Wij zijn nu in de Bijenkorf en hier hebben ze al mooie kerstversieringen opgehangen. Het is ook bijna zover. Over een week of twee zijn de feestdagen. Ja, dat is het toch al. Ja, dat is snel. Ben jij al in de mood? Ik ben al heel erg in de mood. Ja, ik heb dat meestal pas een paar dagen van tevoren. Ik ben al ruim een maand kerstmuziek aan het luisteren. Kijk eens aan. Dus, die wat hard. Wat een je. Ja. Ja. Even kijken, wat gaan we doen? Mensen kijken ons aan. Oké. Okay. Ja. Wat hebben we de afgelopen twee weken gedaan? Dat had eigenlijk nog niet zoveel met kerst te maken. Nee, klopt. Waar is het allemaal begonnen? Ik ben begonnen in Genk, in Belgisch Limburg. Want daar was toch een zeer speciale culinaire avond. Daar kwamen alle Belgische Limburgse sterrenchefs samen om te koken voor het goede doel. Namelijk voor hart, voor Limburg. En wat dat inhoudt, laat ik jullie zien. Goedenavond. Vanavond zijn we in Genk bij Hongaar 58, waar meer dan 500 genodigden gaan genieten van een sterrendiner. Gekookt door maar liefst 10 sterrenchefs, samen 13 Michelinsterren waard. En dat allemaal voor het goede doel. De zesde editie van het Wauw-diner. De zesde editie van het Wauw-diner. Voor de mensen die het nog niet kennen, wat bleven we hier deze avond? We bleven hier vanavond vooral een hele leuke en lekkere avond. Daar gaan we toch vanuit alleszins. 10 Limburgse sterrenchefs gaan koken voor het goede doel. Met een mega opdrengst als resultaat. Dus die gaan we op het einde van de avond bekendmaken. Bert, in zo'n druk jubileumjaar is dat jaar toch nog tijd daarvoor, voor zo'n avond als vanavond? Ja. Dit is ook iets wat we samen met de collega's doen natuurlijk. We maken hier tijd voor. Alle sterrenchefs doen hier aan mee. We hebben allemaal een hart voor Limburg en we doen het met veel plezier. En we zijn eigenlijk ook heel dankbaar dat de sponsors, de mensen die het eten sponsoren, hier aan meewerken ook. Want die doen eigenlijk uiteindelijk de grootste duit in het zakje. Maar dat is toch uniek om zoveel sterrenchefs samen te krijgen op één avond? Ja, het is uniek en we werken ook samen. We hebben dit jaar gekozen voor samenwerking, daar bedoel ik mee. Er zijn twee chefs die één gerecht maken, of drie chefs die één gerecht maken. Zodat we minder gangen hebben, maar meer tijd kunnen besteden aan het gerecht. En de samenwerking gaat perfect. Dat is heel leuk. Ja. En qua aantallen, meer dan 500 mensen, valt dat nog te doen op niveau? Dat hebben we al een paar keer gedaan, maar dat is al redelijk wat. Hè. Nu, we zijn goed geëquipeerd, we hebben transportbanden, we hebben een grote keuken en iedereen helpt iedereen. Dat gaat lukken, ja. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar, om eigenlijk al die sterrenchefs voor één avond bij elkaar te krijgen? Want het zijn ook mensen die het druk genoeg hebben. Ja, inderdaad. Nu, ik denk dat daar maar één woord voor is. Dat is het Limburg-gevoel. Dat bestaat dus gewoon weg, echt. Het zijn niet alleen de Limburgse sterrenchefs die hier vanavond voor ons paraat staan, maar ook 54 eventpartners die allemaal een bijdrage leveren. En dat ook allemaal sponsoren, wat ook wel maakt natuurlijk dat de volledige opbrengst van deze avond volledig naar het goede doel kan gaan. Alex, 10 sterrenchefs bij elkaar, dat gebeurt niet elke avond. Nee, dat zou ook niet mogelijk zijn natuurlijk. Hè. Maar dat is wel een fantastisch event. Waarom lukt het vanavond wel om iedereen samen te brengen? Ah, het is gewoon een goed doel. Ik bedoel, een Hart voor Limburg is al jaren actief op dit vlak. Ze hebben ons gevraagd om dat te doen. En één keer in de zoveel jaar willen we zeker een bijdrage leveren, zeker aan dit goede doel. Ja, we zijn structureel partner van een Hart voor Limburg, maar ook van Kei Solidair. En als een Hart voor Limburg activiteiten organiseert, dan nemen we gewoon onze verantwoordelijkheid. Dan proberen we eigenlijk het netwerk van een Hart voor Limburg ook actief mee uit te breiden. Maar ik kan me voorstellen bij een bedrijf als jullie, daar kloppen verschillende goede doelen aan. Maar hier zetten jullie echt de schouders onder. Wat onderscheidt Hart voor Limburg? Wel, de focus op de provincie Limburg, focus op kinderen en de focus op kansarme mensen. En ze doen dat altijd met een positieve sfeer, met een lage overheadkost. Er gaat dus heel erg veel van de ingezamelde gelden rechtstreeks naar de projecten. Ze doen het op een heel objectieve manier. Er zit een heel mooi systeem achter. En je vindt eigenlijk iedereen die een klein beetje economisch actief is in Limburg hierop op terug. Wij zijn nu in de Bijenkorf. Heel toevallig. Heel toevallig, ja. Totaal niet bewust. En ik was hier voor de lancering van een nieuwe parfum die alleen hier verkocht wordt. En dat zag er zo uit.
ik ga naar een speciale koopavond bij de Bijenkorf. Deze wordt georganiseerd door Maastricht Marketing in samenwerking met Chapeau. En een bijzondere koopavond omdat er een speciale parfum gelanceerd wordt die alleen bij deze Bijenkorf in Maastricht verkocht wordt. Maar daarnaast ook om de verbouwingen te laten zien op de parterre. Dus we gaan gauw kijken hoe deze bijzondere shopping night eruit ziet. Nou, het eerste exemplaar in ontvangst genomen door de burgemeester. Waarom is dit zo bijzonder, een geur van Maastricht? Nou, de geur is op een bepaalde manier samengesteld. De geur vertelt namelijk wie is Maastricht, wat is Maastricht. 5 verhaallijnen zitten erin. En het verhaal van Maastricht kan je dus iedere dag ruiken, horen als het ware. Het is een heel intiem cadeau, denk ik, als je het cadeau krijgt. Het ruikt heel erg lekker, het is heel verrassend. Het is een enorme marketing en ja, laten we eerlijk wezen, welke stad heeft nou een eigen geur? Ja, want dat was mijn volgende vraag, want ja. Dit is niet iets wat we eerder hebben gezien, of wel? Nou, Keulen heeft Eau de Cologne. En dan heeft Parma misschien nog wel wat, maar laten we nou naar Nederland kijken. Maastricht met een eigen parfum, het hoort bij Maastricht. Ik vind het helemaal kloppen en ik ben heel erg dankbaar dat dit ontwikkeld is. En met zoveel enthousiasme en gevoel voor de stad. Eigenlijk bouw je een parfum als een huis. En dat huis heeft een fundament en heeft verschillende kamers. En in de parfumerie heten die kamers en dat fundament heten akkoorden. Dus de verhalen over Maastricht, die hebben vertaald naar akkoorden. Ja. En die hebben een bepaalde geur. En samen is dat het parfum, het Ton sur Ton. Waren jullie voor dit concept, voor dit idee, geïnspireerd geraakt door iets anders? Of wat was eigenlijk het moment dat jullie, dat dit idee ontstaan was? Nou, het grappige is wel dat wij een aantal jaar geleden een keer Cecile Narings hadden op een evenement van ons. Het was gewoon een intern evenement over waar we onze participanten wilden vertellen over wat we aan het doen waren met Maastricht. En zij vertelde over de stad. En toen zei ze tegen mij, ik zat naast haar, zei ze, oh man, deze stad, daar zou je ongeveer, daar zou je in een geur kunnen vatten, bij wijze van spreken. Dat zat ook in haar verhaal over merken. Ze komt natuurlijk uit de mode, uit de fashion. Nou, dus ze had het over een geur in haar verhaal. En toen dacht ik, jeetje, maar daar heb je iets, hè? En dat is weer weggeëbd. En op een gegeven moment kwamen we Tanja tegen. Tanja Schel, de geurontwerper. En toen zijn we in gesprek gekomen. En we waren altijd al bezig met verhaallijnen vanuit Maastricht Marketing. En opeens viel het gewoon allemaal samen. Deze wordt exclusief verkocht bij de Bijenkorf. Bij de Bijenkorf, klopt. En waar kunnen mensen die zien staan? Tegen wat voor prijs, hè, voor de kerstdagen? Nou, we hebben natuurlijk een prachtige cosmetica afdeling. En het is een handgemaakte geur. Op een duurzamere manier gemaakt. De verpakkingen zijn allemaal handgemaakt. En dat voor 79,95. En dat is echt een hele mooie prijs. Voor zo'n mooie geur. En dat staat op de cosmetica afdeling. Oké, dus als mensen binnenkomen, kunnen ze meteen gelijk zien. En onze dames zijn ook getraind, die kennen het verhaal. Dus okay. die kunnen ook vertellen wat er voor bijzonder is aan de geur. Jullie hebben natuurlijk op kantoor hard gezocht voor de kersteditie van Chapeau. Het is toch ook wel een beetje een trots. We zijn natuurlijk op alle edities trots. Alleen zo'n kerstnummer, zo'n feestdagennummer, dat geeft ook wel een bijzondere extra sfeer. Extra schoen, daar heel goed. Ja. En waar werd die gelanceerd? Die werd deze keer gelanceerd bij Andeline en Patrick Doelen van restaurant Mes Amis. Kennen de meesten denk ik nog van restaurant wijnrestaurant op het land van het voorjaar, net voor de zomer. Ja. En nu is hun hele restaurant gebouwd en daar mochten wij als gasten aanwezig zijn om onze nieuwe kersteditie te presenteren. Ja, een heel goede avond. Wij zijn onderweg naar de bladlancering van Chapeau Magazine, naar de kersteditie, toch altijd speciaal en feestelijk. En dat gaat deze keer door bij restaurant Mes Amis, geheel vernieuwd en we krijgen een rondleiding van chef en eigenaar Patrick Doelen.
Patrick, we staan hier bij wijnrestaurant Mes Amis. Ja. Alleen, we staan hier op een verdieping waar normaal geen gasten kwamen. Nee. Waar zijn we hier? We zijn op de tweede etage. Ja. En dat is nu het privé-restaurant. Privé-restaurant binnen ons bestaande restaurant. Dus tot een half jaar geleden was dit nog opslag. Oké. Okay. Twee verdiepingen aan opslag. Alleen, daar verdien je niks op. Nee. En nu kunnen hier privégezelschappen, groepjes... Ja, 10 tot 20 personen. Oké. Okay. Dus eigenlijk in principe van alles, tot van vergaderen tot 9 gangen dineren. Topruimte, maar dat is niet het enige wat jullie vernieuwd hebben. Dat is niet het enige. Laten we eens naar een andere verdieping gaan. Schrik. Dit was altijd al restaurant. Ja. Alleen nu nieuwe vloerbedekking, nieuw meubilair. Nieuwe lampjes. Dat het weer helemaal tip-top in orde is. Juist. Top. Dan wat het gedeelte wat de meeste mensen wel kennen. Hè? Wat de meeste mensen wel kennen. En de grootste verandering hier is het trappenhuis. Ja. Dus we hebben het trappenhuis 180 graden gedraaid. Waar je normaal eigenlijk omheen moest lopen, kun je er nu inlopen. Mm-hmm. Van glas is helemaal dat je nog ziet dat er meerdere verdiepingen zijn. En verder nieuw meubilair, frisser kleurtje, andere stoelen. Je maakt het echt veel ruimtelijker, hè? Veel opener. Ja. Want dit is jullie koude keuken? Ja, koude slash productiekeuken. Ja. Dus hier maken we de grote productie. Eigenlijk hebben we alles wat we nodig hebben. Van shockvriezer, vacuümapparaat, tot oven. Eigenlijk alles wat nodig is om productie te draaien, hebben we hier. En in het servies is dit onze koude keuken. Mathieu, we staan nu nog feestelijk bij de bladlancering, maar komend weekend staat er ook een en ander op het programma hier in Maastricht, hè? Zeker, komend weekend zijn de Maastricht Europe Days en dat wordt een 3 dagen lang Europa in het centrum van de aandacht op allerlei manieren. Ja? Soms in de vorm van debatten, soms in de vorm van activiteiten buiten. Er is een atelier samen met Fashion Clash, er komen een paar hoogwaardigheidsbekleders voor lezingen en zo is er nog van alles te doen. Meer informatie op www.maastrichteurope.eu. Ja, we blijven nog even in de culinaire sfeer, want van restaurant Mes Amis gaan wij door naar Hans van Wolde. Nu hoor ik sommigen onder u denken, Hans van Wolde, die zijn restaurant ging toch pas rond maart open in Reimerstok? Dat klopt, maar voor degenen die Hans goed kennen weten dat Hans niet lang kan blijven stilzitten. Dus hij opent de komende weken een pop-up restaurant in de Ancy in Maastricht. En vanavond zijn we bij de openingsavond. Van een idee in je hoofd naar de eerste avond. Wat is het resultaat? Ja, maar ja, ja. Ik ben heel tevreden. Laat ik dat voorop zeggen, subject. Maar het kost me heel veel, moet ik zeggen. Ik vind het heel leuk. Het kost je veel energie? Het kost me enorm veel energie. Maar ik ben wel I'm satisfied. Laat ik dat. Ik ben heel tevreden. Het ging allemaal zo goed en we zijn toen wel vaker gewend met feestjes buiten de deur en hoe je iets moet opbouwen en organiseren. Dat weet je dan wel, maar het blijft natuurlijk toch altijd spannend. Ja, de route, je hebt geen keuken, het is allemaal net niet, weet je wel. Dus, maar het is heel goed gegaan en leuke gasten de eerste avond. Wat wil je de mensen hier laten beleven? Wat wil je ze dat ze meemaken? Wat ik laten meegeven is, ik wil ze sowieso een feestje geven. Ik wil ze niet meer het oude gevoel geven wat wij vroeger deden daar aan de Maas. Helemaal niet. Het is een stukje beleving wat ik de mensen wil geven. Het is 60% eten of 60% beleving en 40% eten. Dat is eigenlijk de toekomst hoe eten moet zijn. Dus 40% is echt dat eten, maar 60% is de beleving. Nou, dat is wat ik probeer mee te geven. En doe je geen sterren eten, doe je gewoon lekker eten, goede brasserie food. Met een stukje beleving erbij. Dat vond ik, dat was mijn plan in mijn hoofd. En Bruut wordt dadelijk omgedraaid, dus die beleving wordt zo mooi. Maar we gaan voor 60% zeg maar eten en 40% beleving.
dit gaat nog weken door, maanden door. Want jullie starten rond maart in Rijmerstok. Ja. December heb ik al gehoord, kunnen december mensen vergeten. Ja, mocht er iets annuleren, dan maak ik het natuurlijk bekend. Ja. Het zou leuk zijn als in januari of februari nog wat meer mensen zouden reserveren. Oké, dus dat is nog allemaal mogelijk. Ja, dus, wie het wil meemaken, kan er nog bij zijn in 2020. Ja, sowieso. Veel succes de komende weken. Afsluiter ben jij nog in Genk geweest. Wat heb je daar gedaan? Ja, klopt. Daar was een expositie in het kader van 50 jaar tv-schermen. Of eigenlijk allerlei soorten schermen. Daarom heette de expositie ook Screen It. En het was een onderdeel van de Stadstriennale Hasselt Genk. Heel goedemorgen, dames en heren. We zijn vandaag in Genk in de Seamine. En daar is namelijk een expositie rondom schermen. Schermen staan centraal in ons leven anno 2019. GSM's, vlogcamera's, televisieschermen, iPads. En hier in Genk is daar speciaal een expositie rondom gebouwd. We gaan een kijkje nemen. Pieter Jan, hartelijk dank voor de uitnodiging. We zijn hier in Genk bij Seamine. Maar waar bevinden we ons op dit moment? Wel, dit is het centrale deel van Screen It Genk. Dit is de compressorenhal. Dit is letterlijk en figuurlijk het grootste stuk van de bewaarde mijn zitten nog hier op Seamine. Hier waren vroeger compressoren, dus we hebben ze allemaal mooi weggestopt omdat we een strakke tentoonstellingsruimte wilden creëren. Hier zijn een hoop schermen tentoongesteld, precies een veertigtal kunstenaars over de hele site. En dat betekent dat er 20-tal in de tentoonstelling Hasselt staan en 20-tal hier staan. Met hier vooral de focus op nieuwe digitale cultuur en dan kijken we eigenlijk vooral naar hoe dat we met schermen vandaag omgaan en naar bepaalde maatschappelijke thema's als bitcoins, we kijken naar gaming, we kijken naar privacy, allemaal dingen die gebonden zijn aan die schermen. Een kleurrijk scherm. Ja, dit is een fantastisch mooi werk. Het is een van de meest hypnotiserende werken die je zal vinden op de tentoonstelling. Dit is een werk van Tabor Robeck, een Amerikaanse kunstenaar, die samenwerkt met een galerij in Amsterdam. En zijn werk is heel erg geïnspireerd op onze beeldcultuur. En je ziet, het zijn heel grafische elementen, heel erg stijlelementen die je herkent van het internet, maar ook van het gaming. Zijn werk is heel erg gebaseerd op game engines. Dat betekent dat hij de software gebruikt die ook echte gameproducenten gebruiken. Mm-hmm. En hij gebruikt eigenlijk diezelfde grafische elementen die terugkomen uit die beeldtaal. En hij gaat dat omzetten in een nieuw type van werk. Je ziet een triptiek, een 3D, 4K-werk, heel hoog in visuals. En het is een heel hypnotiserend werk. Als je er gaat voorzitten, ga je zien dat mensen, hoewel het een bepaalde populariteit heeft, mensen heel snel erin gezogen gaan worden. En dat komt omdat hij werkt met een aantal elementen die uit de psychologie, uit animatie, uit gaming, specifiek weten hoe dat ons oog en ons brein kijkt naar het scherm. Okay. En met die grafische stijl gaat hij eigenlijk proberen mensen te triggeren om naar het werk. En dit duurt minutenlang? Dit is een werk dat specifiek gemaakt is op een artificial intelligence computer. Okay. Dus hij stuurt het zelf voor een stukje aan. Yeah. En het bevat eigenlijk elementen en zodoende krijg je eigenlijk altijd een nieuw werk dat gestuurd wordt door die computer. Totaal iets anders dan een 15e eeuws schilderij kunstwerk. Klopt. Vandaar ook dat ik vind het heel leuk dat je de drie maakt, want ook daar zie je dat men probeerde te gaan werken rond bepaalde perspectieven. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de schilderij van Jan van Eyck, dan werd dat gebouwd vanuit het perspectief hoe dat mensen op dat moment keken. Ook dit werk, letterlijk en figuurlijk, is gebouwd vanuit dat kadertje waar wij vandaag de dag naar kijken. Dus het maakt wel de link hoe dat kunstenaars specifiek die schermcultuur en de framing vandaag de dag eigenlijk beschrijven is. Wat je eigenlijk ziet is een schilderij, maar het is eigenlijk een scherm. Je ziet heel schilderachtige beelden. Beelden die heel erg doen denken aan 17, 18, 19e schilderkunst. Maar waar hij eigenlijk de computer gaat gebruiken als kunstenaar of als inspiratiebron. Centraal in het kunstwerk zit een heel zware grafische computer. Een computer met een hele zware grafische kaart, met een heel zware processor. Die eigenlijk gaat nadenken over beeld. Wat betekent dat? Dat is een soort van artificial intelligence computerwerk. Dat werkt via wat men dan noemt neural network. Dat betekent dat er aan de ene kant databases met schilderijen. Dus hij heeft een database gemaakt met schilderijen van eeuwenlang portretten. Die koppelt hij aan een artificial intelligence computer, het tweede deel van het neural network, die uit die verschillende, uit die mand van data, eigenlijk bepaalde stijlelementen gaat nemen
en daarmee een nieuw kunstwerk hebben. Dus wat je ziet, is een constante stroom aan nieuwe schilderijen. En dus wanneer je ook hier zou binnenkomen, is dat altijd een andere schilderij. Daar kan een traditionele kunstenaar niet tegenop schilderen eigenlijk. Nee. En dat is ook een beetje het idee van, kijk, dit is een methodiek, een nieuwe manier van kijken. En dan kan je de vraag gaan stellen van, kijk, is het de computer ondertussen intelligent genoeg om zelf te gaan schilderen en die zaken beter schilderij te gaan maken dan de schilder van vandaag? Of is dit net als bijvoorbeeld de camera obscura of fotografie een nieuwe manier om kunstenaars, schilders in dit geval, te laten nadenken over hun praktijk en dit te gaan incorporeren in hun eigen praxis als kunstenaar? Aan de beelden te zien speelt het ook weer iets op iets heel actueels in dit kunstwerk. Klopt. Dit is een werk van Karel Philips, een Belgische, Vlaamse, Noordse kunstenaar. Die dit werk gemaakt heeft, een opdracht voor ons samen met een biennale in Oostenrijk. De werk noemt keelhauling, keelhalen, het onder de boot doortrekken van de matrozen die als straf eigenlijk. En het idee zelf vertrekt vanuit onze beeldcultuur. Wat je ziet inderdaad, zijn allemaal found footage, de beelden die komen van het internet, beelden die op YouTube gemaakt zijn, met de spreekwoordelijke selfie-stick. Ja. Die allemaal heel erg op elkaar lijken, die allemaal van framing, van structuur, van beeld, eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Maar als je goed kijkt naar het werk, en je kan er ook onderin gaan liggen, want dat is een beetje het idee dat je in de hangmat gaat liggen en letterlijk een beetje zeeziek wordt van de beelden die je als je dan gaat kijken, dan zal je zien dat er beelden bij zijn van mensen die heel veel plezier aan het maken zijn. Plezierreisjes met families op boten. Met enkele beschermde lagen ga je diezelfde boten en gelijkaardige mensen zien in al gelijkaardige poses. Maar het zijn dan vluchtelingen die aan het proberen zijn de Middellandse Zee over te steken. En het werk gaat eigenlijk over de binariteit van dat beeld. Dat zowel de mensen die in een zeer positief milieu aan het opgroeien zijn, een heel positief verhaal. Hun selfie-stick en het water, een bootje te gebruiken. Eigenlijk evenzeer een gelijkaardig beeld wordt geleverd door mensen die op dat moment eigenlijk aan het vechten zijn voor hun leven om naar een andere en betere toekomst te varen. Een grote vuilnisbak. Ja, het is een beetje een vreemd werk als je binnenkomt. Ik heb al heel wat mensen die de tentoonstelling binnenkwamen en die dachten dat we aan het afbreken waren en dat de tentoonstelling al gedaan was. Maar het is eigenlijk daar ook een beetje waar de kunstenaar mee wil spelen. Dus het idee wat dat hij hier laat zien, het werk noemt dumpster, dus je moet ook effectief een container instellen. Maar het zijn allemaal browser windows. Dus eigenlijk allemaal browser windows die we kennen uit Windows XP, Windows 95, oudere Linux versies, oudere Mac versies. Die eigenlijk vandaag de dag letterlijk en figuurlijk in een vuilbakje zitten. En ons eigenlijk een beetje doen nadenken over de snelheid waar technologie mee verandert. En we zien ook wel heel duidelijk herkenbare onderdelen van die browser windows. Mm-hmm. Van de andere kant zien we ze dat we ze letterlijk en figuurlijk bij het vuil hebben gezet. Ja. En dat daar de kunstenaar een stukje laat nadenken over hoe snel dat technologie verandert en hoe dat bepaalde esthetiek van zo'n browser. Het verandert het browsersysteem, maar ook de esthetiek die erbij hoort tussen Windows, laat ik zeggen, XP. En wat informatie. Het is daar eigenlijk dat een beetje dat waar hij mee speelt, die technologie. En van de andere kant vind ik het ook altijd wel een goed werk om daarover na te denken, want dan zie je dat bijvoorbeeld bepaalde functionaliteiten die in de browser Windows zitten, van vergroten, verkleinen, dat die eigenlijk vandaag de dag nog altijd specifiek in zo'n systeem zitten. Browsersystemen, stuursystemen zijn zelfs meer dan 20 jaar oud, maar toch zien we vandaag de dag dat die functionaliteit nog altijd hetzelfde is. Dus je herkent heel veel dingen, dus je kan nadenken over de snelheid, maar ook evenzeer over de functionaliteit van die verschillende systemen. Fantastic.
kijkers, dit was de laatste vlog van 2019 alweer. Ja, hier sluiten wij, nou ja, voor de Chapeau vlog het jaar mee af. Precies. Dus ik stel voor... Hoe vond je het jaar? Ja, we hadden het er net al even over, het was een heel bewegelijk jaar. Ja, een bewegelijk en bewogen jaar. In positieve zin, hè? Bewogen is meestal negatief. Nee, maar is bewegelijk een woord? Ja, je beweegt, dus dan is het ook een bewegelijk apparaat. Ik vind een bewogen jaar wat beter klinken als we het hebben over een journalistiek platform. Het was een interessant jaar. Zonder meer. Ja, nee, het was interessant. Jij bent volwassen geworden. Ik ben zelfstandig, sorry. Ja, 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 ik ben verder zelfstandig. Ik heb nog een lange weg te gaan. Maar... ik ben weggegaan bij Chapeau. Dat was natuurlijk wel heel jammer, dubbel gevoel. Maar ik ben er nog altijd bij betrokken, gelukkig. Gelukkig. En voor Chapeau ook veel veranderingen in petto, hoor. Veel veranderingen. En we zijn in 2019 veel voorbereid. Want begin 2020 gaat er toch wel een en ander veranderen. Qua huisstijl, qua... Tipje van de sluier. Dus hou vooral alles in de gaten, want er volgen veel nieuwe veranderingen. En dan zijn we in 2020 weer terug met het welbekende duo. Chapeau de vlog voor iedereen en fijne feestdagen. Geniet ervan en gelukkig nu, ja. Dat al jullie wensen mogen uitkomen. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. Like onze Facebookpagina en volg ons via Instagram.